De staatsolieupstream te Saramaka heeft vanmiddag aan twee scholen in het district een bedrag van bijkans 875.000 Surinaamse dollar gedoneerd. Met deze donatie zullen de scholen hun gebouw renoveren en lokalen bijbouwen. De SO Tambarejo voor speciaal onderwijs en de OS Huwelijkszorg zijn staatsolie zeer erkentelijk voor deze donatie. Een deel van een Social Corporate Investment programma. Bij dit programma worden de gemeenschappen van de gebieden waarin het bedrijf zijn operaties uitvoert van duurzame ontwikkeling voorzien. Helga Veller, schoolleider van SU Tambarejo, heeft aan de verdere studie van haar leerlingen gedacht toen zij haar project indiende. Saskia Kisumpersat, schoolleider van de OS Huwelijkszorg, is juist benaderd door Staatsolie Upstream om aan te geven wat de school nodig had. Dus wij hebben eigenlijk andere lokalen nodig, praktijk, want de kinderen van ons, van VSO, zijn meer praktijk bezig. En de lokalen hebben wij niet. En heb ik toen een project ingediend bij Staatsolie om ons te helpen met de lokalen, zodat deze kinderen toch geholpen worden. Het is namelijk zo dat Staatsolie dat schoolgebouw gaat opknappen. Toilettengroepen die helemaal verouderd zijn, die zullen ze dan helemaal opknappen voor de school. Voor een gezonder en kindvriendelijker leefmilieu. We zijn eigenlijk buren van Staatsolie. Staatsolie ligt aan de Ergangarampandeweg en de school dus ook. Dus we zijn buren vlak aan de overkant. Van Staatsolie ligt de school. Volgens Wim Dwarkasing, directeur van Staatsolie Upstream, wordt jaarlijks 200.000 Amerikaanse dollars aan gemeenschapsprojecten besteed. Het geld wordt gehaald uit het Staatsolie Community Fonds Upstream. Dit fonds financiert duurzame activiteiten rond verschillende gebieden. Het project wordt dit keer uitgevoerd door Stichting Projecta. Shada Ganga, directeur van de stichting, zegt dat dit project heel anders was dan de andere projecten die zij hebben uitgevoerd. Uit deze workshops is naar voren gekomen, waarschijnlijk hebt u ook meegeparticipeerd, bedankt daarvoor, input gegeven. En we komen tot de slotsom dat onder andere brandende focusgebieden zijn, sport en recreatie, werkgelegenheid, infrastructuur, onderwijs, dienstverlening, gezondheidszorg en de zorg, meer voor ouderen. Dit is wat uit deze hearings, workshops naar voren is gekomen. Je kan niet alles tegelijk, dus we hebben ons beperkt naar de meest prioriteit gesteld, naar de gebieden die het meest brandend zijn op dit ogenblik. Maar dit was de eerste keer eigenlijk dat een bedrijf naar je komt of iemand naar je komt en zegt: we geven je vrij spel. Dit is het gebied waar het over moet gaan. En kom, zeg maar wat er moet gebeuren. Het enige wat we willen is dat er op den duur dit eruit komt. Dus hadden twee dingen van: het gaat over Saramaka. En was voor ze hebben ook heel duidelijk vanaf het begin gezegd: we willen van jou geen programma of geen fonds dat alleen zegt we gaan geld geven. We willen dat je voor ons uitwerkt hoe met ons geld we voor de lange termijn kunnen investeren in de capaciteit van die organisaties. Shada Ganga, directeur van de Stichting Projecta, en daarvoor Wim Dwarkasing van Staatsolie. Zij spraken vanmiddag bij de start van het Corporate Social Investment Programma van Staatsolie Upstream, die gehouden is in de multifunctionele zaal van het commissariaat Saramaka.